voor het vak ontwerp 1-op-1, mijn derde bachelor, moeten wij een zitmeubel maken. Of we moeten 4 personen op het zitmeubel kunnen zitten. En dit jaar was eigenlijk de opgegeven materialiteit was hout. Elk student moest kiezen waar dat zijn object ging staan. En wij vonden Plantijn-Moretus een hele mooie plek, een heel mooi museum, dat wel inspiratie kon geven om ons meubel te maken. Er is veel teamwork aan te pas gekomen. En dat vonden wij echt plezant, om samen te werken aan iets dat er ook effectief zou komen. We hebben een techniek waarbij dat de balken er niet gesneden wordt in de balken, maar wel kleine tussenstukjes worden gemaakt die dan de balken verbinden. En we vonden het leuk dat we eigenlijk echt zo kunnen puzzelen met die stukjes en dan met de balken, waardoor dat dan één geheel ontstaat. We hebben een bank gemaakt eigenlijk in wezen, die het huidige koord vervangt, waardoor de ruimte wordt gescheiden, wat ook het koord deed. Maar waarin het koord dus alleen de ruimte scheidt en een soort verdeeldheid creëert, hebben we nu ervoor gezorgd dat die bank er ook voor zorgt dat mensen op gaan zitten en de interactie ontstaat wellicht. Wij hebben een lange bank gemaakt die eigenlijk een hoek maakt naar het raam toe. En het geeft eigenlijk een gevoel van het afbreken van de ruimtes omliggend. Wij vonden de boog in de binnentuin van Plantijn-Moretus heel interessant, omdat die zo terugkomt en dat toch een belangrijk architecturaal element is. En die, omdat onze bank eigenlijk ook achter een boog staat, hebben we die boog herhaald. Normaal gezien maken we ook een ontwerp dat nooit gerealiseerd gaat worden. En dan nu kunnen we toch echt in een museum staan, is voor ons toch wel een manier om iets heel realistisch te maken, dat ons werk een beetje wordt opgemerkt misschien, of toch wel opvalt en 6 maanden in dit geval toch aanwezig is in een museum waar er heel veel mensen voorbij komen. Het voelt heel raar eigenlijk om in een museum te staan met zo'n eigen gemaakt ontwerp. Dat is onwerkelijk, maar wel trots. Ik denk dat wat we nu hebben gemaakt best wel in die ruimte past en ik hoop dat mensen gelukkig mee zijn eigenlijk. Dat is wat je toch hoopt.